Welkom allemaal bij deze eerste webinar van Jong CRV. En dit is niet zomaar een webinar, want vandaag zullen we het officiële startschot geven van deze nieuwe club. Echter is Jong CRV niet het enige wat nieuw is bij CRV, want we hebben ook een nieuwe directie. En omdat het ons leuk leek om kennis te maken met die directie en hun ook het officiële startschot te laten geven, zijn ze vandaag aanwezig in de studio. Dus welkom Angus Heslet en Egon Verheijden. Jong CRV is een initiatief van de jongerenraden. In maart hebben jullie er al iets over kunnen lezen in de veeteelt en er was al veel belangstelling, dus daar zijn we hartstikke blij mee. We beginnen vandaag met de kennismaking met de nieuwe directie en zullen daarna het startschot van de nieuwe club doen. Daarna komt er een kort introductiefilmpje waarin jullie meer kunnen zien over Jong CRV. Naderhand is er ook nog ruimte voor vragen voor de directie, dus heb je een vraag, stel hem in de chat. We zullen de bijeenkomst afsluiten met een verhaal van de dierenarts Vera Kaptein. Zij zal ons vertellen hoe wij van ons nieuwe vaarskalf een succes kunnen maken. Ben je meer geïnteresseerd in vleesvee? Dan kun je tegelijkertijd doorschakelen naar een ander verhaal. Een goed verhaal over genomics bij Belgisch Witblauw. Maar zoals ik al zei, gaan we eerst kennis maken met de nieuwe directie. En ik zou jullie willen vragen om jezelf kort voor te stellen. Hey, thanks, Izin. And apologies, my Nederland is not so good. So today I need to talk to you in English, but I gather that there will be some subtitling going for those who cannot perhaps understand me so well. It's an honor to be here. Thank you. Thank you for the invitation to join the webinar. But most importantly, thank you for the opportunity to meet the future of CRV, our young farmers. Literally, the industry is in your hands and the future is in your hands, not just to be farmers yourselves, but of course to feed the world. Maybe a little bit about me and why I'm here today. As I said, it's a great honour to be able to take the reins at CRV. And from my background in New Zealand and my background in perhaps some other parts of the world, it's fantastic to now be in a country which has such a deep dairy heart and such a strong focus on feeding the world for the future. Where have I come from? I've been with CRV for about 11 years. Most of that, of course, has been in New Zealand. And in New Zealand, we have a business which has grown from just one company to today now having four. But on top of that business in New Zealand, we've also had a relationship with Australia, quite a different industry to New Zealand, let alone the people perhaps being a little bit different in culture to New Zealand. There's also a very different way of farming in Australia to New Zealand, where we have more of what we call a mixed ration environment rather than a pure grazing environment that you have in New Zealand. And then, of course, the USA, where I had the chance to spend some time with CRV as well. And that's a completely different world. In the USA, you have gigantic farms, 20, 25,000 cows. And, of course, it's a very different system in terms of the geographical spread as well. Prior to CRV, my whole background actually has been in dairy farming when I look at it. No matter what I've been working in, it's always been associated with cows, from the processing factories, from the point of doing dairy automation, through to actually the chemicals and the fertilizer that you use on the land in order to grow the feed for the dairy cows. So I've enjoyed that immensely. The last sort of connection, of course, has been with genetics. Genetics provides us with the key to actually sustainable farming for the future. So it's nice to be here with you, Suzanne, and it's very nice to share the chance with this webinar a little bit about our vision and our goals for CRV into the future. Bedankt Angus. En Egon, zou jij je dan ook misschien nog even kort kunnen voorstellen? Ja, graag. Dankjewel allemaal ook voor het bijwonen van dit webinar namens mij. Angus heeft het net ook al gezegd. Sinds 1 september als financieel directeur bij CRV betrokken. En sinds die tijd met veel enthousiasme en veel energie aan een reis begonnen om eigen te maken in de wereld van de melkveehouderij in Nederland, maar ook in de wereld. Wat Engels al beschreef, die is zeer divers. En voor iemand die niet is opgegroeid in deze industrie, is het toch wel een behoorlijk tijdsintensief om kennis te maken en ook je eigen te maken wat er allemaal speelt. Het is een complex veld, maar ik doe het met veel tijd en energie. Ik kom hiervoor uit de farmaceutische industrie, waar ik 7,5 jaar heb gewerkt als finance professional, het reorganiseren van organisaties, het up-to-date brengen van finance organisaties die traditioneel vrij conservatief zijn ingericht. En we hebben daar veel meer gebruik gemaakt van technologie om te kijken wat je daarmee kunt bereiken. Ook in finance doen robots hun intrede, net zoals ze dat ook in de melkveehouderij steeds meer doen. En het gebruik van data, niet alleen in fokprogramma's, maar ook in andere gebieden van onze industrie, zijn ook in finance heel erg belangrijk geweest.
Daar heb ik me al die tijd mee bezig gehouden. Ik heb de overstap gemaakt naar CRV ook voor een deel weer om invulling te geven aan mijn bijdrage aan het creëren van een duurzame wereld. Ik heb dat langer geleden ook bij KPMG gedaan. En ik vind dat we daar allemaal als mensen en ook als professionals een taak te vervullen hebben. Om de wereld in de toekomst er mooier uit te laten zien. Er zijn over 30, 40 jaar bijna 10 miljard mensen die allemaal gevoed moeten worden. En wij kunnen daar vanuit CRV ook een hele goede bijdrage aan leveren. En die taak die neem ik graag gedeeltelijk op me als mede-statutair bestuurder van CRV. Verantwoordelijk met name voor het financiële stuk, maar ook voor de operatie. Voor een deel ook voor onze FOC-programma's. Samen met de mensen die dat dagelijks doen, zowel hier in Nederland als ook in de andere landen die onderdeel uitmaken van CRV. Ik vind het leuk om vandaag ook met jullie van gedachten te wisselen over CRV. Dus als er vragen zijn, ja, geef ze door. We gaan er graag op in. Maar ik hoop ook vooral dat er een moment komt waarop we weer ergens fysiek bij elkaar kunnen komen en elkaar kunnen zien. En elkaar in de ogen kunnen kijken en daar die vragen met elkaar kunnen bespreken. Dus daar kijk ik erg naar uit. Ja, bedankt. En Egon, jij zei je komt uit een andere sector. Welke ervaringen neem je daaruit mee naar CRV? Nou, Suzanne, het is een vraag die me al heel vaak gesteld is, in alle eerlijkheid. En ook een hele relevante vraag. En ik denk dat de Raad van Commissarissen, toen ze op zoek gingen naar een nieuwe financieel directeur, ook heel bewust een keuze heeft gemaakt voor wat CRV nodig heeft voor de toekomst. En dat zit een beetje op een gevoelig punt. Ik kom uit een wereld die vrij hard en zakelijk is. De grote corporate pharma-industrie, nou, iedereen heeft daar tegenwoordig mee te maken, zeker in de coronatijd. Maar het is ook de focus en de gerichtheid die ik daar geleerd heb, die heel waardevol kan zijn voor CRV. Ik denk als we ook in de toekomst succesvol willen zijn, dat we als bedrijf ook moeten zorgen dat we de juiste focus aan gaan brengen. En de juiste keuzes gaan maken, maar ook durven maken. Het zijn soms lastige keuzes, maar die moeten we wel gaan maken. En die ervaring, met name op het financiële stuk, maar ook op het stuk bedrijfsvoering, cultuurveranderingen, dat is wat we op dit moment nodig hebben bij CRV. Dat is ook waarom Angus en ik, ja, als een van de eerste dingen die we gedaan hebben, het CRV Next cultuur- en leiderschapsprogramma hebben geïntroduceerd om die verandering in de organisatie ook echt vorm te gaan geven. Maar wellicht dat we daar later nog wat meer over kunnen vertellen. Ja, en je hebt het over keuzes die we moeten gaan maken. En over welke keuzes praten we dan? Nou ja, het is voor een relatieve buitenstaander misschien wat lastig om daar heel inhoudelijk ook op te reageren. Maar het zit hem ook op keuzes in de FOC-programma's die we nu hebben. We zijn een internationaal bedrijf geworden. We zitten niet meer alleen in Nederland, wat nog steeds onze belangrijkste markt is. Maar ook in Duitsland, in Nieuw-Zeeland, in Amerika, in Brazilië. En we zien dat de wereld heel snel aan het veranderen is in onze industrie. Er zijn grote Amerikaanse partijen, Engelse partijen, beursgenoteerd soms, die met veel geld de markt opkomen. En die genetische ontwikkeling in de industrie enorm vooruitstuwen. En als we daarin mee willen komen, dan zullen we ook daarin keuzes moeten maken. En heel gericht en gefocust de dingen gaan doen die we kunnen doen. En het geld wat we hebben, kunnen we uiteindelijk maar één keer uitgeven. Ja, ja, en Angus, jij bent onze nieuwe voorman. Waar denk jij dat wij met CRV naartoe moeten? Welke doelen wil je gaan bereiken in 2030? Well, Suzanne, it's a good question to ask. Because as always, we must have an eye and a focus on today. But that other eye also on the future in terms of where we need to take CRV. And for sure, we need to be a different company in 10 years' time to the one that we are today. The world will be different. The world will be asking different things of us in terms of how we farm, how we use the resources of the world to create the feed to feed the world in the future. So how do I see that planning out for CRV? What do we look like in the year 2030? Very much an international company still. So whilst we'll have our roots firmly still here in the Netherlands, I hope that the cooperative structure remains strong. Though today, as you know, the worlds of cooperatives have been challenged by the public and the private equity companies that are around in the markets that we also participate in. But if we look today at the future of CRV and we take into account that the challenges that you have today, will they go away? No, they won't. Will they increase in intensity? Yes, they will. So as we go through the next few years, we need to build our capabilities around two key areas. The first one is the knowledge of how we can farm in a better way, how we can apply the principles of precision farming that we know about today and use those to build the future that we must all adhere to in order to be able to create the license to farm of the future. The big challenge, of course, is to do that profitably as well, and that falls back onto the goals of CRV.
So when we're structuring the company today and looking to the future, we're looking for those trends that will create the most efficient cow, the most productive cow in terms of fertility, longevity, in terms of profit per cow for sure. But that cow also has a responsibility to make sure that the environment is returned in a better state than when she perhaps first stepped onto it. So we need to reduce methane. We need to look after the nutrients that go into waterways. All those things fall into the account of CRV as well. So can I paint the picture of the cow of the future? Well, she's going to be a fantastic animal. She will be able to produce more for less. She will generate more profit. She will be loved more by the group that farm, the group outside of farming. So the socio-economic side of farming, where the city people look at our cows and they understand entirely what they're there for. And they love them for that. They actually like the animals because they produce the food ultimately in a fashion that meets the requirements of what they believe should be right. Personally, in terms of the goals, where do we take the company? That's a, it's a nice question to also ask, because we definitely have to have a strategic plan on what we look like. And I mentioned a little bit earlier about the international focus that we have. If you have a look at the world of genetics and other species, consolidation has happened around the world in that in those industries over the last 10, maybe 15 years, but it's intensified over the last five. Does that actually leave any scope for us to not be in the international world? I don't think so. You know, we must continue to look at what happens in other countries in order to bring technology back into our own country, into the Netherlands, Flanders. So as I said, we will remain an international company, but with our roots firmly based on the Netherlands. We will have a focus on making sure that we take new technology out of the markets where we can and apply it to our global businesses. If we have a look at the strengths of what we will be in the future, the mature markets that we're in today will remain mature markets, but the emerging markets, the ones that are growing, is where we'll be probably most focused on in terms of international business in the future. So you look at Brazil and you look at the growth of the market in Brazil and the rest of Latin America. You look at China, you look at places like India, and they will become far more significant in terms of breeding, but also producing food for the world in the future. So I hope that paints a bit of a picture about the genetic side. I just want to mention the point of data. And you can't focus the genetic programs of tomorrow without data. So we will be always collecting data as rapidly and as much as we possibly can. How we use that data becomes even more important in the future, though. How we access that data becomes even more important in the future. And so that's why we need to build data capabilities alongside our genetic capabilities as well. Ja, en je praat nu veel over het buitenland, maar het marktaandeel van CRV in Nederland loopt eigenlijk al jaren terug. Hoe wil je ervoor zorgen dat deze stabiel blijft of misschien zelfs wat toeneemt? It's a good question around market share for sure. We've had a declining market share for many years, and in a way it's always very difficult to hold on to a number one position. We have to earn our right in the marketplace. We have to be in the marketplace, not because we're the biggest, but because we have everything that is satisfying the needs of the farmers out there as broadly as we can. Is it possible to do that for 100% of the farmers? Probably not. But it shouldn't be an accepted position where we see a reduction in our market share. We should continue to see a growth in our market, both in terms of hopefully numbers growing around the world, in terms of where we can actually go to in terms of growing markets. But in the markets like the Netherlands, Flanders, we should hold our own position as well. So that's very much a goal of ours, is to make sure that we provide the quality and the service and the connection with the farmers in order to gain market share in this environment. And we want to do that by connecting with, exactly as we're doing today, the young farmers. Those are the future. That's where the opportunity lies for us to ultimately hold on to and increase our market share. Engels, die noemde al de data en het belang daarvan. Ja. Denk je dat wij daarom een grote partij zijn om over te nemen? Ik denk dat, dat CRV in vele opzichten een interessante partij is om mee samen te werken. En of je het hebt over de datakant van ons bedrijf of over de genetica kant. Aan beide kanten zitten elementen die interessant zijn ook voor andere partijen. Eén ding moeten we heden ten dagen niet vergeten. En het is dat, en Engels heeft het ook al gemeld, genetica wordt gedreven door de data die je kunt verzamelen.
En die dataverzamelingen zijn niet alleen relevant voor het verder ontwikkelen in de fokprogramma's, maar zijn ook interessant voor veehouders om hun hele, zeg maar, ecosysteem rondom de veehouderij te kunnen managen. En daarin hebben wij als CRV ook een rol te spelen. We verzamelen heel veel data en we kunnen daar toegevoegde waarde mee leveren. En je zult ook in de toekomst zien dat er steeds meer gaat over de vraag hoe kun je toegang krijgen tot bepaalde stukken data. En hoe kun je die gezamenlijk gaan verbinden. En op die manier ook als melkveehouder in Nederland, maar ook in het buitenland, je bedrijf nog beter organiseren. En daarmee nog meer waarde halen uit het bedrijf. En daarmee wil ik niet zeggen dat het alleen maar gaat om het creëren van waarde uit je bedrijf. Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn. Melkveehouders in Nederland zitten er ook in om er geld aan te verdienen. En om een leven te kunnen leiden en zichzelf te kunnen onderhouden. En als we daar een bijdrage kunnen leveren, moeten we dat absoluut doen. Ja, en CRV is van oorsprong eigenlijk begonnen met spermaverkoop. En is nu steeds meer ook bezig met informatieproducten. Waar denk jij dat in de toekomst de focus ligt? Ik denk dat de focus zeker nog voor het merendeel zal blijven liggen op die genetica kant. Alleen die genetica kant kan niet zonder die data kant. Dus ja, heel kort gezegd, de focus blijft op de fokprogramma's, op het creëren van fokprogramma's die bijdragen aan de melkveehouderij in Nederland en in de buitenlanden, ondersteund door data. Angus, welk toekomstbeeld verwacht de directie over het aandeel gebruikskruisingen op melkvee? The question that you've just asked, Suzanne, about the breeds and where they'll be in the future is also one of the things that CRV has to work very closely on. We know today that we have sciences like sorted semen available to us. We know that in the future, albeit perhaps still with some limitations, we'll have the use of perhaps gene editing. That, of course, will give us the ability to create breeds which may or may not have the opportunity to extend into what we call dual purpose. Today we see those existing in Fleckvieh. We also see those to a certain extent around the Belgian white blue, and we might see some others develop as well. There's no doubt about it though, we have to get ourselves into a position where we can use the dairy herds to not only create replacements to carry on producing milk, but to also satisfy the demand for protein such as we're doing with beef. So how do we see that playing out? I think we're in a very good position at the moment in terms of the ability to use things like sorted semen wisely and to create a beef on dairy strategy. But we're also in a good position to use breeds like Fleckvieh, where there is already a dual need for markets for both milk and beef. And we'll see those develop not just here in the Netherlands, we'll see those develop around places inside Central Europe as well. We'll possibly see those develop in some of the Asian countries where there's a need to address both the beef and the milk and the meat side as well. Ja, en wat denk je dat de rol van Belgisch witblauw hierin zou kunnen zijn? Well, the Belgian white blue has been a very useful breed in this part of the world for the European market. And it's likely to continue to have a place, that's for sure. Will it be replaced as we come into more dual purpose breeds or a particular focus on creating the right animal for the protein the meat industry for protein? Yes, I think it probably will. But it doesn't mean that it won't remain as an important breed for us. And it'll be an important breed in two places. The first one, of course, is that we still do have a very interesting demand for the Belgian blue meat in the European market. The second one, of course, is that it does fill the void that we have at the moment in terms of not having an alternative to that animal, to the breeding choice that we make with Belgian blue. So again, if I focus on the reason that CRV is in existence, it's to understand how we develop these breeds, how we bring those to the market in the future, what alternatives there are, and how we can maximize the opportunity that's given to us by having the access to those breeds, the access to making those genetic choices in the future. Ja, en eigenlijk zijn we natuurlijk bij elkaar voor jong CRV. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, Egon, hoe belangrijk zijn jongeren eigenlijk voor CRV? Jongeren zijn ontzettend belangrijk voor CRV. Want en ik geloof dat Engels dat eerder ook al gezegd heeft. Uiteindelijk zijn dat de toekomstige veehouders in Nederland. En we willen die verbinding juist tussen CRV als bedrijf en als fokkerijprogramma met de coöperatie, met de jongeren in de coöperatie, heel graag verstevigen en ook inhoud geven.
Dus in de toekomst zijn ze ontzettend belangrijk voor ons, maar ik denk ook heel belangrijk voor de Nederlandse veehouderij. Ja, en Angus, wat denk jij dat jij voor ons te bieden hebt in CRV? Well, our connection for the young farmers is, as I said, the future of CRV. What do we have to provide you with today? I think the companies create a great platform in terms of two things. The first one is that we do have access to high quality genetics to give us the right environment in which to create health and efficiency on the farm and ultimately drive profit. So that's available to everyone. Of course, it's available to both our young farmers, but also to every other member of CRV. We also have access to high quality data, which gives you the information that you need to run your farms, but also the social license that you need to be on your farms. How can we create that to be of more value to the young farmers of the future? I think that's all about connecting better. I think that's all about understanding well what we're doing inside the R&D sides of our organization, but also what we're doing commercially. So how are we producing great high quality products that are affordable and create sustainable futures? So it's just not you who'll be farming, it's your future generations who'll be farming for us as well. En wat verwacht je dat Jong CRV kan toevoegen voor jonge boeren? We truly do have the chance here to do something that we all enjoy together. It's really nice to be able to think about how we're connected to the life that you have as dairy farmers and the life that we have as a business helping you be dairy farmers. And I'm sure that every dairy farmer here in the Netherlands has moments, but most of the time we enjoy what we do. We wake up in the morning and we go to bed having feel that we've achieved something, enjoyed the life of being a dairy farmer. And that's very much the same inside the company CRV. There's no reason for any one of us to be here other than to be here to enjoy what we do and to create the connection. And so there's an element of fun in life too. We have this chance to make a difference. We have this chance to be part of a really fascinating industry. The side that you work on, which is close to the animals, creating, if you like, the milk that turns into the dairy products, is so well connected to the side that we're on as well, because we also are responsible for making sure that you're able to do that. And so that feeling of a family coming together to enjoy what we're doing is a very important part of where the young farmers play that connection through to CRV. And I'd like to see more of that. I'd like to feel that we enjoy the opportunity to be in agribusiness together, that we enjoy the opportunity to feed the world, have some fun together, celebrate the milestones that we are able to achieve when we get the most efficient cow, when we get the best bull, when we ever... You know, maybe perhaps see a breakthrough in terms of using science, be it as I mentioned earlier. So it's about enjoying that opportunity that we have to use the technology between you as a dairy farmer and us as a provider to help you be on that farm. And that's got to have an element of fun in it, as I said. And that fun side comes from making sure that we do things successfully together, celebrate with some milestones, make sure that we keep connected around communication, whatever it might be. We all have families as well, and so those families are part of the CRV family. And yes, I really, really look forward to that future of being able to really cement that relationship of young farmers with our company CRV far more strongly, so that we're all proud to be doing what we're doing in terms of producing food for the world. Ja, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie antwoorden. En ik denk dat het tijd is voor het officiële startschot van Jong CRV. So here we go, Suzanne. A bit of a chance to have some fun. Celebrate a milestone. Celebrate a bit of success. This is the launch, the official launch of the Young Farmers of CRV. And of course, the new logo. Hoe je je netwerk kan vergroten en hoe je leuke CRV-voordelen scoort? Wil je invloed bij CRV en kans maken op een vaarskalf met merkertest? Blijf dan kijken. Als jonge boer is het belangrijk dat je een groot netwerk hebt. Je wil weten wat er speelt in jouw sector.
Er zijn veel innovaties, maar hoe blijf je daarvan op de hoogte? En het is soms niet eenvoudig met al die uitdagingen die voor ons liggen. Daarom hebben wij, de leden van de CRV Jongerenraden, een club opgericht voor jonge boeren. Young CRV. Club Young CRV heeft grote ambities. Wij willen samen met jullie de toekomst van CRV gaan bepalen. Wij zijn namelijk de toekomst. Young CRV gaat jullie helpen om je netwerk te vergroten en we houden je goed op de hoogte. We bieden trainingsdagen aan, zoals een masterclass pinkenscheren en je maakt kans op verschillende CRV-voordelen. Zoals deze mooie jas. Maar er is meer. We zijn vandaag op het bedrijf van Thomas Broek. Thomas heeft zich onlangs aangemeld voor Young CRV. Daarmee maakte hij kans op een vaarskalf. Toen de VSA van CRV hem belde, wist Thomas wel hoe laat het was. Bingo! Een vaarskalf uit zijn beste koe of vaars? Samen met Wout van CRV en Noah van de Jongerenraad heeft Thomas zijn fokdoel besproken en hen zijn beste vaars laten zien. Vervolgens hebben ze gekeken welke stier het beste bij past. Thomas wil graag gezonde koeien die makkelijk afkalven. Zijn vaars is inmiddels drachtig. Als straks het vaarskalfje is geboren, krijgt Thomas een gratis merkertest, zodat hij exact weet wat zijn vaarskalf genetisch waard is. Voor vleesvee hebben we nog geen merkertest, maar de vaarskalfactie geldt uiteraard ook voor vleesvee. Mooi hè? Heb je thuis een rundveebedrijf of ben je er werkzaam? Dan neemt CRV contact met je op en maakt je kans op een vaarskalf uit jouw favoriete pinkvaars of koe. Ga naar coöperatie-crv.nl/young-crv en meld je aan. Of stuur een mailtje naar young.crv@crvforall.com voor een inschrijfformulier. Nou, dat was me wat. En ik kan me voorstellen dat er nog wat vragen zijn aan de directie. De eerste komen ook al binnen. Zo vraagt iemand, er is veel aandacht voor data. Overheerst dat niet te veel dat het ten koste gaat van de passie voor de fokkerij? Dankjewel Suzanne voor de vraag. En ook leuk dat nu de officiële opening is geweest van Young CRV. Het startschot is gegeven. En ook leuk dat de vragen binnenkomen. Want stel ze vooral, want we willen graag ook met jullie in gesprek gaan. Zoals eerder ook al zeiden. In Engels, the question is whether data doesn't start to play too much of an important role where breeding is basically what we were based upon and what CRV was founded for. Suzanne, het is ook goed om Engels bij te praten, zodat hij weet waar de vragen over gaan. En data is belangrijk. En ik heb dat eerder ook gezegd in het voorgesprek. Maar het is data ook van belang om die fokkerij te kunnen ondersteunen. Gaat het een hele belangrijke rol spelen in de toekomst? Ja, dat is ook eerder gezegd. Rondom het hele bedrijf, de hele veehouderij, speelt data een belangrijke rol. En we moeten die data blijven verzamelen om ook in de toekomst relevante fokprogramma's te kunnen blijven ondersteunen. Voor jullie als jonge veehouders in Nederland, maar ook voor onze klanten in de wereld. Dus vandaar, ja, het blijft een belangrijke rol spelen. En Angus, I don't know if you want to add anything. No, happy to add a couple of comments about data. The world that we're in today is data-driven, and we're seeing things like artificial intelligence, blockchain, all these things are going to be on top of us more and more. So the farm itself as a point of collecting data will only increase in the quantity and the quality of information that you can get off it. And that will be used to help us become more precise, more professional in our farming systems, more aware of what the environment and all those things are as well. Does it mean that we move away from being passionate about breeding cows? No, I don't think so. We still create great cows, but we do it with more information. Bedankt. Ja, en welkom allemaal bij dat ze hebben horen zeggen dat je wil werken aan plezier en dat het ook belangrijk is. Maar ja, hoe willen jullie dat gaan doen? So how do we create some fun with the young farmers? Er zijn vele manieren om dat te doen. En ik denk vooral dat het heel belangrijk is, nou ja, straks als het weer kan, ook fysiek met elkaar in gesprek te gaan. Elkaar te ontmoeten, 1-2 keer per jaar. Niet alleen het gesprek aan te gaan, maar ook samen een biertje te drinken, een koffie te drinken ergens. Maar gewoon ontspannen, op een ontspannen manier, ergens iets te doen samen. We weten dat het voor veel jongeren, maar ook voor iedereen in Nederland op dit moment een grote uitdaging is om ergens weer wat ontspanning te kunnen vinden. Dus laten we vooral straks, als we weer naar buiten kunnen en corona voorbij is, Engus, ook de jongeren van Young CRV opzoeken. En ergens de gelegenheid pakken om het glas te heffen.
Nou, ja. Die kans zullen wij zeker niet overslaan. Dus die staat genoteerd. Een volgende vraag die binnenkomt is: hoe zorgt CRV ervoor dat de behoeften dicht bij de boer blijven? So Angus, maybe a good question for you to just make sure how CRV will stay closely connected to farmers in the Netherlands. Yeah, look, it's such an important part of the business that we're in is to connect and have a relationship with our farmers. And it all comes down not to, at the end of the day, just simply having something like the best price. It's how good you are at looking after the relationship, being there on time when you say you'll be there, making sure that you listen to and understand the needs of what the farmer wants. And by every means, it's a relationship of trust. It's a relationship of integrity. It's a relationship of quality that you build. There's not one component to it. So how do we design ourselves as CRV to be like that for our customers, for you, the farmers of the future, but also our existing customers today? It's all about quality of service. It's all about quality of how we actually take the products that we make and really drive the value to you as farmers. Nou, en een andere vraag van een kijker die zegt, met CRV zitten we veel in het buitenland. Maar hoe kunnen we nu zorgen, als jongeren maken we daar niet veel van mee, dat we bijvoorbeeld met Jong CRV daar ook meer verbinding mee krijgen? Ja, misschien laat ik starten met het antwoord, Suzanne, en zometeen ook Angus daar het woord geven, omdat hij ook in het buitenland gewerkt heeft voor CRV. En misschien ook heel even nog teruggrijpend op de vorige vraag. Hè, hoe blijven we verbonden met CRV en met Jong CRV? Wat wij als directie van CRV ook gezegd hebben voor onszelf, maar ook uitgesproken hebben naar de mensen die we spreken, ook in de ledenraad, is dat we juist dat contact heel belangrijk vinden. Dus we zoeken juist mensen op en ook een uitnodiging aan jullie om feedback te blijven geven naar ons als bedrijf. Hè. Waar kunnen we onszelf verbeteren? Waar kunnen we meer aandacht hebben voor problemen of uitdagingen waar jullie voor staan? Dus hou ons daarin ook scherp. Vandaar ook dat die vraag over het buitenland een hele terechte vraag is. We hebben onszelf internationaal gevestigd. Ook omdat die buitenlanden belangrijk zijn om nieuwe technologieën te ontdekken, om ook andere systemen van farming te ontdekken en die technieken te gebruiken in het verbeteren van de fokprogramma's hier in Nederland. Wat het interessant kan maken is om ook te kijken of we de verbinding met lokale groepen, jong CRV-achtige organisaties in andere landen te zoeken. En daar kan denk ik zeker de verbinding gezocht worden. Maar ook in de vorm van studiereizen. Dus we staan altijd ervoor open om jullie te ondersteunen om ergens in het buitenland contacten op te bouwen. Om daar dan wel op een stage of een keer op een studiereis te gaan. Om te kijken of je kennis kunt maken met mensen in het buitenland. In Engels, you also worked in some of the international markets of CRV. So maybe something to add from your side. Yeah, the international markets for CRV are very much part of the family of CRV still. So we must pay attention to those as well. And in a way, they've driven us to the point of success that we are today as CRV. They've helped us become the company that we are from various reasons, technology, access to other people, other ideas, other breeds. Going forward, the international market will, as I've said before, will continue to consolidate. So will we see a global economy evolve into being more similar going forward? Yes, we will. There's no doubt about it. We're fortunate that we have geographies that are created by different climates and different ways of actually being able to farm. Take for the extreme in Latin America, where you have things like tick resistance being a requirement, heat tolerance being a requirement in your animals. So those international markets will always have a separate need to us, but that connection back to our core of what we do in creating healthy and efficient cows absolutely translates to that international market as well. Ja, dus we kunnen veel leren van het buitenland en dat kunnen we als jongeren misschien ook meenemen om daar ook van te leren. Sorry, Suzanne, misschien dat ik er nog één ding aan toe mag voegen. Ik heb in mijn vorige functies ook in de farmaceutische industrie veel in Europa, maar ook in buiten Europa gereisd en veel samengewerkt met andere culturen. En het leuke daarvan is dat door open te staan voor de manier waarop anderen het aanpakken, kun je ook wat leren over de manier waarop je het zelf doet en waarop je zelf die melkveehouderij hier in Nederland inricht. Dus ook vanuit dat perspectief is de uitnodiging echt meer dan waardevol, ook voor iedereen binnen Jong CRV, om juist kennis te gaan maken met farmers in het buitenland.
om ook kennis te maken met hun manier van werken, met dingen waar zij aandacht aan besteden, waarom zij dingen belangrijk vinden. Dus ook vanuit die gedachte kan het heel waardevol zijn. Ja, nou bedankt. Nog een vraag van Klaas. Hij vraagt, gaat de consument in 2030 meer betalen voor producten van efficiëntere koeien? Het is een interessante vraag. Whether consumers want to pay more for an efficient cow. Misschien als startpunt, en Engels zal er wel aan toevoegen. Het is een ontzettend lastige vraag. En het is natuurlijk een vraag die ook vanuit duurzaamheid iedereen bezighoudt en veel consumenten bezighoudt. Wil je meer betalen voor een duurzame veehouderij? En wat je op dit moment ziet, vandaag de dag, is dat maar een heel beperkt deel van de consumenten bereid is om meer te betalen voor een product waarin wat biologisch is. En waar meer aandacht is geweest voor dierenwelzijn, maar ook voor het milieu. Ik denk wel dat er in de toekomst dan wel gedwongen, dan wel vrijwillig, hogere prijzen wellicht betaald zullen gaan worden voor duurzame producten. Maar er zit wel een spanningsveld in. Dus het zal niet heel veel meer zijn. De andere kant is, de keerzijde, is dat ik ook denk dat de zuivelverwerkende industrie op een gegeven moment eisen gaat stellen aan de toeleveranciers, aan de melkveehouderij, om bepaalde standaarden na te leven. En daar kan die efficiënt, noem het een efficiëntere koe, maar je kunt het ook een koe noemen die duurzamer is, die zal dan ook aan die standaard moeten voldoen. Dus het is enerzijds een vraag, wil de consument het? Anderzijds, wat gaat de industrie daarin eisen? Yeah, so I don't want to perhaps repeat what you've said, Aegon, but it's a really interesting world when you have a look at the cost of production that we have to make today in order to create the same license to be on the farm, the same opportunity to produce a product that the consumer is happy for. And when you look at it, there's no doubt about it, everything that we do eventually ends up as a commodity. So we rapidly produce things that are new and innovative one day, and then we see over time those things become mainstream, so they're commoditized. And the consumer wins the power back because the price that they have to pay is decreased through choice. They can go to many places for the same thing. So there's always a window of opportunity where you can get a premium associated with producing more sustainably, producing in an environment which is perceived to be better by the consumer. So a cow grazing outside versus a cow always inside, that sort of thing will create some added value. But always be aware that is a short-term thing that will be superseded by the next generation of what the consumer then needs. It's the way the business world of everything goes, and we're no different in agriculture. Ja, dus eigenlijk zouden we elkaar niet moeten beconcurreren op het gebied van duurzaamheid, om te zorgen dat die premium erop blijft. Well, the question is, should we compete with each other as suppliers in the industry on sustainability as one of the breeding goals? I think you will always see competition, because out of competition comes the strongest innovation. And so that's what you need. You need companies to always become better. We always need to be doing things that little bit much more different. As a human race, as farmers, we have innovated enormously from where we were even 10 years ago, 20 years, certainly 50 years ago. And so does it become a lesser thing when you have competition on things like sustainability? I don't think so. You want to encourage innovation from as many sources as you can. Are you competing? Perhaps not, when you actually think about you're just creating a more sustainable future for the products that we make as dairy farmers and as companies associated with the industry. Ja, bedankt. Misschien nog even een laatste vraag van de kijkers. Hoe kijkt CRV naar politieke thema's zoals de halvering van de veestapel? En wat gaat dit voor CRV betekenen? Misschien wel, the question is what the current political environment in the Netherlands, where there are now talks about reducing significantly the number of cows in the Netherlands, and how we relate ourselves to that. Het is een interessante vraag, en het is misschien niet eens, het is voor ons als bedrijf een interessante vraag, maar het is vooral voor de Nederlandse veehouderij een hele interessante vraag. Omdat het heel veel impact gaat hebben. Aan de ene kant voelt iedereen ook wel aan dat er iets nodig is, dat er iets moet gebeuren.
De vraag is alleen, wat is de beste oplossing voor de uitdaging die we met elkaar hebben? Is dat inderdaad het sterk reduceren van de veestapel? Ik las onlangs een artikel van Lely, waarin ze zegt van ja, met technologie kun je eigenlijk ook veel meer bereiken nog dan met het halveren van die veestapel. Dus er zijn verschillende manieren om dat te doen. Het is voor ons belangrijk om het te volgen, omdat het over de coöperatie gaat. Onze leden zullen daar sterk door beïnvloed worden, wat uiteindelijk de uitkomst gaat zijn. En we zijn ons ook als bedrijf aan het voorbereiden. We zijn ook aan het nadenken van ja, hoe kunnen wij rekening houden met dit soort scenario's die soms opgelegd gaan worden door de politiek en door politieke keuzes, onszelf klaarmaken om daarop in te spelen. Dus hoe kunnen we fokprogramma's onderhouden die kostbaar zijn met een kleinere afzetmarkt, in ieder geval hier in Nederland. Dat is ook waarom voor een deel die buitenlandse markten voor ons heel belangrijk zijn. Omdat we daarmee toch bepaalde volumes kunnen behouden voor onze fokprogramma's. Ja. Nou, misschien toch nog een mooie afsluitende vraag. Welke doelen hopen jullie te bereiken met Young CRV? Maybe one for you, Angus. So what are the goals you would like to achieve with Young CRV? Yeah. No, happy to answer the goals of Young CRV question. But maybe just a step back too in terms of how the CAL numbers, because I think that relates really closely to you as Young CRV, will be a part of your lives of dairy farms. And if, again, you look back over the years, as we started off with quite low cow numbers and we ended up with higher cow numbers and then now reducing cow numbers, there's one constant that has happened the whole time, and that is the efficiency of farming, the production per cow, has continued to go up. So even today, as I think you've said, Aegon, you will have less cows, but it may not mean that you'll have less production. So you'll be able to produce, as we said earlier, more from less. And that's a real key strength of the Netherlands. It's a key strength of the Dutch farmers and some other farmers around the world, of course, as well. But as we see that evolve in terms of official numbers having to come down, being forced on us, that will drive new solutions in terms of increased productivity, how we farm and what we do going forward. But it opens up opportunities elsewhere for companies like CRV, and I also believe for farmers as well. So That production, that food that is created from the dairy cow, still has to be made somewhere. And this company's been great at finding ways to stay in the game, to stay on top of the world, and it will continue to do so without doubt. So, a little bit of a backstep. But what was I meant to answer? So how will we achieve the goals of Young CRV, or together with Young CRV? Hey, look, it's so important we stay connected as a group of people that are on one side producing and creating the opportunity for you to be farming through creating pregnancies in your cows. And, you know, that's our standard business. But what we must do better is actually work together to those goals in terms of how we actually interact with each other to produce that animal that is pregnant at the end of the day. And that's through a close relationship. It's through our salespeople. It's through our research and our development people. So a goal of ours, Aegon and I, is to open up. I think one of our core values that you may have heard of is called transparency. And through transparency, we really want to share with you what we're doing and get you involved with that as well, just as much as perhaps you have had with perhaps some other relationships on the farm. So we feel we can do better at that, that we can become more transparent, that we can involve you more in your company, that we can actually bring you into the organization. So, look out for the ideas that will flow from the basic ones of sales, certainly the ones of research and innovation, but other more interesting ones like the supply chain, what we can do with, as I said before, the number of artificial intelligence points that we can collect going to the future. But we must do that in a fun way as well. We do that to enjoy life and to make sure that we have fun. So I hope you said the right things about having fun, Aegon. Well, it could be invitation. Yeah, good. Yeah. Ik denk dat dit echt een hartstikke mooie afsluiter is. En, ik wil jullie hartstikke bedanken voor jullie tijd. Het is een mooie kans om op deze manier kennis met jullie te maken. En we houden de uitnodiging zeker dat we jullie terugzien in een fysieke bijeenkomst. Hartstikke bedankt. Heel graag. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel. Ja, en dan gaan we nu verder met het laatste deel van deze webinar. We schakelen over op vleesfeest. Hallo iedereen, welkom bij de
Nogmaals bij kick-off van Jong CRV. Ik ben Jasmine Lemaire en maak deel uit van het bestuur van Jong CRV. We gaan hier vanavond het Dag is het Blauw in de kijker zetten. We brengen hier dan ook de specialist ter zake, Ruben Bonne. Hij is productmanager Belgisch in het Blauw bij het CRV. Goed, dus concreet, wat is genomics? Genomics is eigenlijk gaan voorspellen wat we niet kunnen zien. Hoe is het allemaal tot stand gekomen? Het is eventueel wel gemakkelijk om eens de historiek hier rond uit te leggen. Concreet begint het allemaal in 2010. Dus alle KI-centra in België die met blauw op handen dragen, worden samengeroepen door dokter-professor Michel Georges van de Universiteit van Luik. Dat is een naam die jullie waarschijnlijk niet onbekend klinkt, want dokter-professor Michel Georges is ook bekend om de ontdekking van de 9 genetische gebreken die we binnen het witblauwras gekend hebben, of nog steeds kennen, maar die we nu in kunnen onderdrukken. Concreet kwam hij met de stelling, als jullie op vandaag niet maken dat jullie met het genomics verhaal beginnen binnen het blauw, tekenen jullie op dit moment jullie eindvonnis. Waarom? Alle andere rassen, zoals Jasmine al aangehaald heeft, zijn bezig met genomics om hun ras eigenlijk op zich toekomstgericht te kunnen gaan oriënteren. Goed, jammer genoeg is de professor op dat moment van een kale reis thuisgekomen en wilde eigenlijk op dat moment geen enkel KI-centrum meestappen in het verhaal, voornamelijk omdat het ook over een miljoenenproject gaat. We mogen blij zijn dat zowel de AWE-groep als de BBG-groep gezegd heeft van ja, kijk, het zal niet makkelijk worden, maar wij willen in het project stappen en wij willen zorgen dat het blauw zijn concurrentiepositie kan houden. En dat maakt op vandaag eigenlijk dat het zowel BBG als de AWE-groep verantwoordelijk is voor de berekening van de genomics. Maar goed, dat was even de historiek daarachter. Wat is genomics nu effectief? Genomics is eigenlijk het onderzoek naar de erfelijkheid van de genen. Het is eigenlijk op dat moment de bedoeling om aan ieder bepaald kenmerk die we kunnen meten of wegen binnen een dier, dat we dat eigenlijk een genetische waarde gaan geven. Eigenlijk kan je dat een beetje vergelijken als een DNA-paspoort gaan creëren van het dier. Jasmine heeft al reeds langer gezegd dat het in melkvee en andere rassen is, dus daarmee is het wel zeker van belang dat wij het ook gaan introduceren. En op welke basis maak je dan de verschillen hoe de evolutie in het ras ontwikkeld wordt? Op welke basis maak je de vergelijking hoe de... Ja, dus concreet gaat het eigenlijk over 70 pilootbedrijven die deelgenomen hebben aan het project. Die pilootbedrijven waren eigenlijk in staat om te zorgen voor een referentiebasis. Dus we werken altijd met een referentiebasis, omdat we zo trends en ontwikkelingen makkelijker kunnen gaan detecteren binnen de populatie. Ik gebruik altijd dit tabelletje, dus F is G plus O, waarbij F staat voor het genotype, G voor het genotype en O de omgeving. F, fenotype. Wat wil dat zeggen? Dat is eigenlijk gewoon concreet het fenotype van het dier. Hoe ziet het dier eruit? En dat zijn verschillende parameters. Oftewel kan je ook het onderzoek van de dagelijkse groei gaan vastleggen. Je kan ook het karkasgewicht van het dier via IVB gaan raadplegen. Je kan ook effectief een lineaire beoordeling laten uitvoeren door een erkende vleesvee-inspecteur. Dat zijn allemaal mogelijkheden die het fenotype in kaart kunnen helpen brengen. Vervolgens hebben we de G-factor, het genotype. Wat is nu effectief de motor van het dier? Je hebt enerzijds de motor, maar je hebt ook effectief de uitingen, waar ik straks nog op terugkom. Maar je weet ook, net zoals ieder levend wezen, je erft de helft van de genen van je vader en de helft van de genen van je moeder. Dus dat was eigenlijk zeker niet te vergeten. Plus ook het feit dat niet elk kenmerk in dezelfde maat overdraagbaar is. Dan hebben we de O-factor, dus de omgeving, dus de invloed op het leven van het dier, zowel extern als intern. Extern bijvoorbeeld het stalklimaat, zitten de dieren in een donkere, vochtige stal, terwijl dat ze bijvoorbeeld in bepaalde stallen in een ruim verlichte stal zitten. Dat maakt ook allemaal een invloed op het fenotype van het dier. Net zoals dat je de voeding hebt, want witblauw is gekend om toch iets energierijker gevoederd en eiwitrijker liever te moeten gevoederd worden. Dus dat heeft allemaal zijn invloed op de groei en het fenotype later van het dier. En misschien nog een van de belangrijkste parameters op dit moment is gezondheid. Gezondheid heeft het kalf een vlotte opstart gemaakt. Heeft het kalf geen ziektes gekend in zijn leven. Dat zijn allemaal parameters die er eigenlijk voor gaan zorgen dat het dier wel of niet een gunstige evolutie gaat doormaken. Samengevat kunnen we eigenlijk zeggen van ja, genomics, wat is dat? Wij gaan gewoon een DNA-paspoort gaan maken van het dier. En dat gaan wij proberen te vertalen in een waarde.
Dus we gaan ook gaan kijken wat is het potentieel van het dier. En dat is zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn dat we dat gaan proberen te doen. En misschien voor jullie een geheugensteuntje. Genomic fokwaarde voorspelt eigenlijk met een betrouwbaarheid van boven de 50%, wat eigenlijk resulteert in 10 nakomelingen op minstens 5 verschillende bedrijven. Dus gewoon concreet een snellere en betrouwbaardere genetische vooruitgang binnen ons welgekend Belgische ras. En waar maakt die intrede van de genomics nu net het verschil? Wel, vroeger gingen we altijd gaan kijken op de polygenetische basis. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Polygenetisch gaan we eerst vooral gaan kijken naar de afstamming. Dus wat heb je van de genen van de vader en welke genen heb je van je moeder gaan verkregen? Maar hebben we ook nog een keer de implementatie van de, ja, enerzijds de lineaire beoordeling als die al effectief uitgevoerd is geweest. Dat is eigenlijk de polygenetische basis. Als we daar nu nog even de genomic fokwaardes er gaan bij betrekken, dan komen we al direct op een veel hogere betrouwbaarheid. Herinner u de 10 nakomelingen op 5 verschillende bedrijven. In volgende grafiek kan je mooi het verschil terugzien. Op de horizontale as zien we de betrouwbaarheid op de polygenetische basis en op de verticale as zien we de betrouwbaarheid op de genomische basis. Concreet, wat kan je zien? Dat de polygenetische basis start in het nulpunt, terwijl dat we vanaf de genomic fokwaardes al reeds boven een betrouwbaarheid van 50% zitten. Naarmate de betrouwbaarheid van de polygenetische fokwaardes gaan stijgen, zien we ook dat die twee grafieken zichzelf gaan benaderen totdat zij zich uiteindelijk in boven de 95% zichzelf zullen raken. Als we dan gewoon een keer een kenmerk zoals bijvoorbeeld gestalte er gaan bijnemen, dus we hebben bijvoorbeeld de fokwaarde gestalte die we polygenetisch hebben vastgelegd, dan zie je dat die fokwaarde bij geboorte polygenetisch op 0,26% zit. En bij 10 nakomelingen zitten we dan op iets van 0,58. Als je dat gaat vergelijken met de genomische basis, zitten we bij de fokwaarde gestalte op geboorte reeds al op die 58% dat we anders maar bij 10 nakomelingen hebben. Concreet betekent dat ook effectief dat je meer dan 9 maanden winst gaat gaan hebben in de genomische fokrijvooruitgang. Op vandaag kunnen we reeds 20 fokwaardes gaan onderzoeken. Dus die zijn eigenlijk allemaal op basis van de lineaire beoordeling van de nakomeling. Dus zoals jullie kunnen zien, we hebben huid, we hebben lengte. Maar we hebben ook ergens een samenvattende tabel gemaakt. Net zoals dat iedere stier die lineair beoordeeld heeft, ook een samenvatting heeft. Dus gestalte, bespiering, vleestype, algemeen voorkomen en eindbeoordeling. En dat moet ons eigenlijk in staat stellen om een gefundeerde basis te hebben bij de aankoop of de vermarkting van een stier. En aan welke fokwaarden kunnen we ons in de toekomst nog verwachten? Wel, in de toekomst is het de bedoeling om het spectrum nog veel breder te gaan trekken. Dus het is wel de bedoeling om zowel de functionele kenmerken in te gaan voegen. Dat wil eigenlijk zeggen, ja, het geboortegewicht, want dat is wel een van de parameters dat we op vandaag zien, die wel een probleem kan vormen binnen het blauwras. Vervolgens ook effectief het drinkvermogen, vitaliteit, sterfte. Ja, elke fokwaarde of elk kenmerk die je kan meten, kan resulteren in een fokwaarde. Vervolgens dan ook, ja, als het kalf de eerste levensmaanden goed doorsparteld heeft, gaan we dan effectief gaan kijken van, ja, geeft het kalf effectief een economische meerwaarde voor uw fokkerij? En dan heb je de kenmerken gewicht, gestalte, conformatie, een economische index dat we daar eventueel kunnen aan gaan koppelen. En dan vervolgens ook effectief de slachtgegevens, dus de karkasindexen, mannelijk en vrouwelijk. En misschien dat we dan effectief nog de smaak van het vlees erbij kunnen betrekken. Maar ik zeg, dat is allemaal nog toekomstmuziek. Dat is allemaal nog te preliminair om daar veel van te gaan vertellen. Ja, dat klinkt goed. Een mooi verhaal. Maar wat betekent dat dan nu juist voor ons als veehouder? Wel, concreet is eigenlijk, je moet zien, het ganse genomic verhaal is eigenlijk gebaseerd of gefundeerd in Wallonië. Dus Wallonië heeft eigenlijk de aanzet gegeven. Dus zij hebben de referentiepopulatie aangebracht, dus de 70 pilootbedrijven. En in Wallonië hebben ze nu een samenwerking met enerzijds ELVO of de AWE-groep die verantwoordelijk is voor de dataverzameling. Dus zij zijn eigenlijk de centrale kern binnen het geheel. En die laten zich omringen door onder andere het ARCIA. Dat is de tegenhanger van DGZ in Wallonië. En die gaan eigenlijk de oorbiopten gaan verzamelen. En die gaan dan de data of de oorbiopten integraal gaan doorsturen naar de Universiteit van Luik. En de Universiteit van Luik gaat dan de fokwaardes berekenen. En die komen dan terug bij ELVO. En dat kan zowel voor mannelijke als voor vrouwelijke dieren berekend worden. Hoe zit het dan voor ons als Vlaamse en Nederlandse veehouder? Concreet hebben wij nu als CRV zijn wij bezig met een samenwerkingsakkoord te maken in verband met de uitwisseling van data met ELVO.
Jullie, zoals jullie weten, de nieuwe GDPR-regels zijn zeker niet min. Dus dat is wel een uitdaging voor ons. Maar de vraag van jullie als leden en als jonge gasten die vooruit willen in de fokkerij, hebben wij daar toch wel een statement van gemaakt dat die samenwerking er zeker moet komen. Want als we het met Blauw future-proof willen maken, moeten we effectief wel maken dat we klaar zijn voor de toekomst. Ja, en hoe beïnvloeden jullie dat nu als KI-center? Well, ja, net zoals ieder andere organisatie zien wij ook de tendensen in de wereld. Dus alles gaat veel sneller, de technologie gaat vooruit en wij moeten als KI-centrum vooruit. Als wij vroeger een stier gingen gaan aankopen bij een fokker, 20 jaar terug was het meer het fenotype, dus hoe zag die stier eruit? En dan werd die stier, als hij er goed uitzag, aangekocht. Nu, sinds een tiental jaar werken wij met onze zogenoemde BBG-index. Wat is dat? Dat is eigenlijk een polygenetische evaluatie, zoals ik daarnet al uitgelegd heb, waarbij dat we de parameters afstamming van het dier, de eigen prestaties van het dier, eventuele prestaties van nakomelingen, als het een kuddestier betreft, maar dan zitten we wel met de beperkende factor dat die betrouwbaarheid maar 0,26, 0,30 en bepaalde sterk overerfbare kenmerken dat op 40% zit. Dat is op zich nog te laag, want ons aankoopbeleid is al heel strak, maar kan nog beter. Met de implementatie van de genomic fokwaardes hebben we een polygenetische evaluatie, zoals dat we die al reeds hadden, maar we gaan nog extra DNA-info gaan toevoegen. Dat maakt er eigenlijk het verhaal dat we nu met een betrouwbaarheid van 58 tot 60% zitten, tot zelfs 70% voor enkele sterk overerfbare factoren. Dus dat maakt er op zich wel voor ons interessanter om veel minder fouten te gaan maken in ons aankoopbeleid, waardoor dat ons concurrentieel voordeel ten opzichte van de andere rassen veel beter komt te staan. En zou je dat dan ook eens kunnen illustreren in de praktijk? Okay, ik ben blij dat ik het al voorzien heb, Jasmin. Dus een van de stieren die jullie waarschijnlijk niet ontgaan is Futé. Futé is een zoon van Gromit op in Indiana. Een superstier qua fenotype. Enkel minpuntje, de stier heeft min 2 van gestalte. Op onderstaande, rechtsboven zie je de stier Futé en op onderstaande tabel zien jullie hoe dat wij op dat moment naar de veehouder gingen. Dus in de linkse tabel zie je de penetratiegraad, dus de mate waarin hij inzetbaar is op de dan gekende populatie van ingeschreven dieren. De volgende factoren zijn ook effectief al de parameters, zoals je kan zien, het is wel in het Frans, maar ik zal even vertalen, in de tweede kolom aan de linkse kant, rechts, lengte naar borstbreedte. Dat zijn allemaal factoren die wij dan op dat moment al beschikbaar hadden. Als wij nu de stier, want de stier is al afgetest, de stamboekprestatie er gaan bijnemen, dan zie je dat het allemaal heel groen is. Dus het is effectief een teken dat hij een heel goed fokkerijpatroon heeft, wat zijn genomiccijfers ook laten zien. Als we nu even gaan kijken naar de polygenetische fokwaarde ten opzichte van de genomic fokwaarde, als we dan het kenmerk gestalte bijvoorbeeld nemen, zie je dat de index op 100 zit. Dus ondanks het een stier betreft die op min 2 scoort op vlak van gestalte, zie je wel dat hij het gestalte hoog zal houden. Dat zit dan met een betrouwbaarheid van 53%. En als je dan kijkt naar de genomic fokwaarde, dan zien we dat hij op 100.3 zit. Dus dan wil je zeggen dat het stabiel tot licht groeien is. Als we dan effectief nog een keer gaan kijken naar de fokwaarde bespiering, zie je dat hij wel een heel mooie fokwaarde kan voorleggen, zowel polygenetisch als genomisch. Ja, mooi. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat de intrede van de genomics het Belgische bouw klaarmaakt voor de toekomst. Alvast heel erg bedankt om erbij te zijn. Indien jullie nog vragen hebben, mogen jullie deze stellen in de chat. Ja. Dankjewel, Ruben. Dankjewel, Jasmin. Dus de eerste vraag is er al. Op wat voor termijn kunnen er hier in Nederland merkertesten onderzocht of ingestuurd worden? Wel, alles hangt natuurlijk een deel af, Jasmin, van in hoeverre kunnen wij die contracten, die samenwerkingsakkoorden die wij willen kortsluiten met AWE-groep, in hoeverre dat wij dat vooruit kunnen doen gaan. Natuurlijk, er zijn enkele vereisten die wel nodig zijn voor u als veehouder. Dus een van de vereisten is natuurlijk dat uw dieren geregistreerd zijn bij de CRW-database, dat is punt 1. Vervolgens ook dat het dier, het desbetreffende dier of koppeldieren, minstens 2 generaties heeft die gekend zijn in onze database, want dat is ook nog een heel belangrijk criterium. En dan natuurlijk hangt het wat vanaf in hoeverre de samenwerking vlot verloopt, maar ik
het is heel gevaarlijk om hier een termijn op te gaan plakken. Maar ik verwacht wel dat we begin volgend jaar zullen kunnen gaan beginnen met het onderzoeken van vrouwelijke dieren dan wel bij onze Vlaamse en Nederlandse veehouders. En stel nu dat ik als veehouder wil instappen, wat zijn dan de tarieven? De tarieven zijn nog niet bepaald, maar zoals dat er nu naar uitziet, zal het de tarifering ergens in de trend van de merkertesten van het Holstein zijn. Dus dan zal het ergens rond die 25, 30, 35 euro bedragen. Dat is nog niet bepaald, maar de tarief zal wel daar rond zijn. Dan nog een vraag. Zijn alle KI-stieren genomiek getest? Ja. Dus sinds kort hebben wij nu al onze stieren laten testen. Dus al onze stieren werden genomiek getest. Dus dat maakt het voor ons ook wel interessant om even de genomiek fokwaarde naast de polygenetische en de effectieve fokkerijprestaties te gaan leggen en kijken in welke mate de genomiek fokwaarde gecorreleerd is met de fokwaarde die wij nu op vandaag voorhanden hebben. Goed. Ja, ik zie nog een vraag binnenkomen. Waarom is er geen genomic fokwaarde beschikbaar voor beenwerk? Ja, dat is een hele mooie vraag, vind ik persoonlijk. Beenwerk, er is er al heel veel over geschreven en er is al heel veel inkt over gevloeid. En ik denk dat we nu nog maar aan het begin staan. Beenwerk is iets dat in bepaalde mate overerfbaar is. In de zin van, we merken dat het gemiddelde in de veestapel liever iets zelfbeweniger aan het worden is. Dat is een vaststaand feit. Maar je mag niet vergeten dat beenwerk ook onrechtstreeks gelinkt is aan het management. Ik noem maar een voorbeeld. Als je een dier hebt die wat last heeft gehad van pensverzuring, gaat die been daar ook ergens een invloed van ondervonden in. Dus dat is wel een van de parameters die maakt dat wij op vandaag, ik zeg niet dat het in de toekomst niet zal komen, dat we nu nog met te weinig betrouwbaarheid het beenwerk kunnen gaan voorspellen. Op de genetische basis. Dankjewel. Ik zie voorlopig geen vragen meer binnenkomen. Dus ik denk dat we hier kunnen afronden. Ja, er is nog een vraag binnengekomen. In welke mate is de kleine populatie een belemmering voor de betrouwbaarheid? Ja, dat is natuurlijk iets waar we in het webblogglas wel mee geconfronteerd worden. Als je het bijvoorbeeld bekijkt ten opzichte van het Holsteinras. Dat is een mondiaal ras, een ras die overal in de wereld wel ergens terug te vinden is. Waardoor dat voor hen wel net iets makkelijker was om een referentiepopulatie op te gaan richten. Nu, ik moet wel zeggen, in Wallonië hebben ze zeer puik werk geleverd in de zin van die 70 pilootbedrijven hebben effectief al hun dieren, zowel mannelijk als vrouwelijk, elke 3-4 maanden volledig laten meten, laten wegen om die evolutie daarvan te zien. Die hebben ook een lineaire beoordeling ondergaan. Dus laten we zeggen, zoals we altijd al gedaan hebben in het wit-blauwras, we roeien met de riemen die we hebben en op vandaag zijn we daar wel heel goed mee bezig. Zo. Ik denk dat we nu wel kunnen afronden. Heel erg bedankt iedereen om te kijken. Ruben, dank je wel voor al de info. En hopelijk zien we jullie op onze volgende webinars en activiteiten ook terug.